Voor veel bedrijven in de transport en logistiek is het behoud van medewerkers een belangrijk thema, zeker in de huidige arbeidsmarkt. Als je aan de slag wilt met duurzame inzetbaarheid, kan het Sector Instituut Transport en Logistiek je daarbij helpen. Vandaag zijn we op bezoek bij Wagenborg Netlift, een mooi voorbeeldbedrijf waar STL mee samenwerkt. Wij vinden het belangrijk om continu te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. En daarnaast bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om zich jaarlijks op het gebied van gezondheid, van hun fysieke gesteldheid en van hun geestelijke gesteldheid te laten testen in de gezondheidsbus. Het is heel erg belangrijk dat medewerkers vitaal en gezond en met plezier kunnen blijven werken. En Wagenborg Netlift is echt een heel mooi voorbeeld van een bedrijf dat duurzame inzetbaarheid echt ingebed heeft in de dagelijkse bedrijfsvoering. STL is een partner met kennis van de sector hierin. En samen werken wij aan duurzame inzetbaarheid door preventief medisch onderzoek te voorzien en door allerlei interventies te kunnen doen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Naar aanleiding van de uitslagen die men krijgt in de gezondheidsbus kan er een interventie worden aangeboden op het gebied van coaching of leefstijl, om maar de medewerkers te ondersteunen om fysiek gezond hun werk te kunnen doen. Kevin is werknemer bij Wagenborg Netlift. In zijn functie als kraanmachinist is het erg belangrijk om gezond en vitaal te zijn. Om deze reden heeft ook hij deelgenomen aan een preventief medisch onderzoek. En de medische keuring, daarvan heb ik geleerd voor mij persoonlijk het gehoor. Dus daar zijn we mee aan de gang geweest door middel van gehoorbescherming. Ja, en je krijgt tips en tricks van de arts van waar je op letten moet. Nou, en dat kun je van harte nemen. Ja, ik vind mijn gezondheid vind ik erg belangrijk. Dat is erg belangrijk. Maar ja, zoals als je eerlijk mag zijn, is gezondheid dat sluipt er soms ook in. Hè? Soms gaan de dingen er vanzelf. Ja, en dan ben je er eigenlijk voor elkaar, ja, en de werkgever doet daaraan mee om je er wakker bij te houden, hè, tot je aan je gezondheid denkt. Om nog verder inzicht te krijgen in het welzijn van jouw werknemers heeft STL een inzetbaarheidscheck ontwikkeld. Nou, wat is een inzetbaarheidscheck? Dat is eigenlijk een hele korte vragenlijst waarbij je in een hele korte tijd inzicht kunt krijgen of je nog goed en veilig je werk en vitaal je werk kunt blijven doen in de toekomst. Voor medewerkers en bedrijven die aan SOAP afdragen zijn er mooie subsidies voor de kosten beschikbaar. Of het is zelfs gratis, zoals bijvoorbeeld een inzetbaarheidscheck of allerlei interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Mensen kunnen zich daar zelf voor opgeven en ze krijgen daaruit een rapport met de status van hun gezondheid. Stel dat men een rode score heeft op roken, dan kan men gecoacht worden in het stoppen met roken. Ze komen meteen tips uitgerold, zoals bijvoorbeeld een coach die je in kunt schakelen in de buurt, die je kan helpen met hoe blijf ik gezond aan het werk. Allerlei mogelijkheden die meteen concreet eruit rollen. Ik heb de inzetbaarheidscheck heb ik ook gedaan. En daar is eigenlijk uit voorgekomen dat ik eigenlijk nog wel goed op mijn plek zit. Ik vind dit werk zo leuk omdat ik in een teamverband mag werken. We werken met z'n drieën en daar zijn wij verantwoordelijk voor grote hijskarweeën door heel Nederland heen. Jouw werknemers gezond en vitaal houden betekent niet alleen dat zij fit zijn. Dat betekent ook dat zij blij zijn met de functie die ze hebben en de mogelijkheid hebben om door te groeien. Wij kennen geen opleidingsbudget van onze medewerkers. Eigenlijk hebben wij een breed scala aan mogelijkheden. Daarin maken we gebruik van de pitstopsubsidie die vanuit STL wordt aangeboden. Dat kan op het gebied zijn van persoonlijke ontwikkeling, maar kan ook op het gebied zijn van een vakgerichte opleiding. Pitstop, dat is een persoonlijk opleidingsbudget van maar liefst 3000 euro. Wat je in kunt zetten om aan je vakkennis en je vaardigheden te werken. En dat is heel belangrijk dat je dat doet, zodat je gemotiveerd blijft en dat je ook goed aan het werk kunt blijven. Nou, wij bij de Wagenborg krijgen eigenlijk overal de ruimte voor. Het moment dat jij niet lekker op je plek zit of niet lekker in je vel, dan hebben wij hier de mensen voor waar je mee in gesprek kunt gaan. En waar er misschien voor jou een passende en misschien door middel van cursussen of door middel van gesprekken leuke andere dingen voor in de toekomst weg kunnen leggen. Ik heb nu net toevallig een vaste maat van onze kraan, die is gewisseld. Die is naar een werkvoorbereiding, naar een accountmanager functie gegaan. Dus die is een stapje verder gegaan, die is wat anders gaan doen. Dus die heeft de toekomst voor zichzelf anders uitgepakt. Ja. Mijn toekomst staat sowieso bij Wagenborg. Mijn verleden 25 jaar en mijn toekomst nu ook. Wat levert dat nou op als je werkt aan je duurzame inzetbaarheid?
Nou, voor de werknemers levert dat op dat je gezond en vitaal blijft en in de toekomst ook je werk kunt blijven doen. Maar het levert ook op dat je gemotiveerd bent en dat je dus ook langer blijft werken. Het levert minder verzuim op en het is ook goed voor het bedrijf dat als je ontwikkelde medewerkers hebt, kun je zelf ook mee ontwikkelen en groeien. Dus blijven leren, blijf veilig, blijf gezond en vitaal.